Wij zijn niet ontevreden over het resultaat van 2014. Tegelijkertijd vinden we het ook nog niet voldoende. Wij zijn nog niet tevreden genoeg. We hebben een doelstelling gesteld voor het rendement op het eigen vermogen, het geïnvesteerd vermogen op lange termijn van 8%. En daar voldoen we nog zeker niet aan, ook niet in 2014. We hebben een onderliggend plan om daar in de komende jaren naartoe te groeien door middel van verdere verbetering, virtualisering van dienstverlening, maar ook het verder verbeteren van de klantbediening om te komen tot dat rendement van 8% op het geïnvesteerd vermogen. Het eerste wat je nodig hebt om een stabiele bank, een sterke bank te zijn, is het hebben van hele stevige kapitaalbuffers. Dat heeft Rabo traditioneel gehad en we hebben die weer verder versterkt, ook in 2014. De Rabobank is een ijzersterke bank, zeer solide en van de hoogste categorie van betrouwbaarheid en soliditeit in de wereld. Maar we werken er hard aan om dat verder te versterken en dat een pijler te maken voor de toekomst. Wij nemen waar dat het vertrouwen in de bank in het afgelopen jaar over 2014 enigszins is hersteld, maar nog niet op het niveau zit waar we het in het verleden gehad hebben. En wij stellen ons ten doel de klant boven alles te stellen in onze oriëntatie. Dus wij zijn nog lang niet klaar met het verbeteren van de klanttevredenheid. 2014 was voor onze klanten toch een moeizaam jaar, maar wel eentje waar het herstel van de economie enigszins is gaan leven. Laat ik een paar voorbeelden geven. In de woningmarkt zien we duidelijk nu wel het herstel van prijzen. En dat wil zeggen enigszins groei van prijzen. Ook het aantal verkopen is weer gestegen. Werkeloosheid heeft zijn hoogtepunt, lijkt het, gehad. Dus in zekere zin zie je dat het economisch herstel voelbaar wordt in de huishoudens, maar lang niet overal. Dus je kan zeggen dat 2014 ook een keerpunt was in de economische ontwikkeling. En tegen die achtergrond is dat ook de omgeving waar Rabobank ook een herstel heeft laten zien. En een keerpunt in ten positieve. Het economisch herstel blijft wat ons betreft fragiel. Gemiddeld genomen zien wij economische groei op een gering niveau voor Nederland en voor de wereld. Maar de internationale scenario's zijn nog erg onzeker als je kijkt naar de ontwikkelingen in hetzij Rusland, Oekraïne of ook andere delen van de wereld. Het zuiden van Europa waar nog steeds economische onzekerheid is. Wij verwachten dat dat een blijvende onzekere factor is in de ontwikkeling in 2015. Maar gemiddeld genomen voorzien we wel een verder herstel van de economische groei. Wij gaan in 2015 verder met het programma wat we ingezet hebben om de dienstverlening aan onze klanten te verbeteren. We hebben een heel mooie set van innovaties die nu op de plank liggen om geïntroduceerd te worden in 2015. En dat maakt dat de dienstverlening aan onze klanten virtueel gezien nog weer beter wordt. Makkelijker, toegankelijker en via allerlei kanalen naadloos op elkaar aansluitend. Daarnaast willen we graag het advies wat we geven in het contact met de klant verder verbeteren en persoonlijk maken. En tenslotte willen we graag dichter in die lokale gemeenschap participeren in wat burgers, Nederlanders, klanten van de bank meemaken. We willen duidelijk beter, we kunnen beter en we zijn onderweg naar een betere basis waarin dat vertrouwen van klanten wordt herwonnen. En we ook op alle terreinen kunnen zeggen dat het een coöperatieve toonaangevende bank is die gericht is op klanten in Nederland en in voetdragen in de wereld.